Voor de laatste isosceles-oefening kunnen we vertrekken van het voorgaande programma, isosceles 5. En dan moeten we eigenlijk verrassend weinig gaan wijzigen. Want eigenlijk wordt de driehoek die we hadden, en ik teken er nog eens eventjes in. In dit geval oneven met een basis 5. Wordt die eigenlijk omgedraaid. Dus dat betekent dat eigenlijk de spaties die we hier starten vanaf sorry, de sterren die we hier starten vanaf 1 of 2 starten dan vanaf de basis. Het aantal af te drukken spaties start dan sowieso altijd op 0. Ziezo. Het aantal af te drukken sterren vermindert met 2 in plaats van vermeerderen. En de spaties vermeerderen met 1 in plaats van te verminderen. En dan moeten we hier natuurlijk zorgen dat de stopconditie voor de lus, wanneer heeft hij gedaan met het tekenen van de driehoek, als sterren groter, als het aantal af te drukken sterren groter of gelijk aan 1 is bijvoorbeeld. Sorry, van zodra het aantal af te drukken sterren 1 of minder is, dus zolang iets zo is, doen we verder. Even kijken of dit werkt. Ik geef een even voorbeeld in en daar hebben we gem. Ik geef nog een voorbeeld in, oneven. En ook die lijkt te werken. Die kunnen we een klein beetje opruimen, want dit lijkt in beide cases zo te zijn. Dus kunnen we de als weghalen en ook de f. En dit zou het moeten zijn. Even kijken. Ik zie op dit moment niet meer of minder dat kan worden aangepast. Ik denk dat dat vrij dicht bij een goede oplossing zit. Opnieuw, dit zou verder duidelijker kunnen worden geschreven door verschillende stukken voor het afdrukken van een lijn. Het zijn de spaties en de sterren apart te verpakken in functies. Maar daarvoor is het even wachten tot na de herfstvakantie.